80 en 88, Christa Loeding tegen de nummer 2 van vorig jaar, Chaobo Ye uit China. Ye was vijfde op de 500 meter en Loeding tweede. Met andere woorden, voor Loeding zijn er mogelijkheden, en ook voor Ye natuurlijk. Maar dan moeten ze wel respectievelijk een dikke 1 en een kleine 2 seconden sneller zijn dan Blair. En Ye ten opzichte van Afting, dat scheelt maar 800ste van een seconde. Maar die Chinese is een krachtpatser. Die zal die laatste ronde waarschijnlijk ook wel aankunnen. En van Loeding moet dat worden betwijfeld. Altijd een goede 1000 meter reiziger geweest, maar de jaren gaan tellen. De opening zal in orde zijn. En dat is hij, 18.93 voor Ye, de snelste tot nu toe. De Chinezen die zilver won op deze afstand in Albertville. En die nu in die binnenbocht duikt en meteen al onder Loeding doorgaat. Tussentijd hier van Afting was 51.50. Na een ronde van 32. En hier komt een ronde van 30.7 voor die sterke Chinezen. 49.63. Ver uit de snelste tot nu toe. En niet zomaar een beetje de snelste hoor. Echt ver uit de snelste. Het scheelt seconden. En als deze Chinezen nu de slotronde goed doorkomt, dan kan ze een geweldige sprong in het klassement maken. Blair eindigt in 1.27.32. Daar zou Ye bijna 2 seconden onder moeten om de Amerikaans in het klassement te pakken. Dat zal een beetje te veel van het goede zijn, maar ze komt wel redelijk in de buurt, denk ik. Hier is de eindtijd en een toptijd. 1.23.79. Ja hoor, dat is de nummer 1 van het klassement op dit moment. 1.25.38 voor Loeding, die ook heel goed mee blijft doen. De eerste en de tweede tijd op de 1000 meter. En Chaobo Ye verdringt Blair van de eerste plaats in het klassement.